Hey, goedemorgen. Ik grijp de laatste tijd alles aan om maar goed calorieën te kunnen verbranden en af te kunnen vallen. En ik schreef vanmorgen in mijn vooraankondiging 3 vliegen in 1 klap. En om af te kunnen vallen heb ik gelezen, dweilen is 312 calorieën, ramen poetsen is 300 calorieën per uur, stofzuigen 250 calorieën per uur en stofvegen, nou volgens mij doet niemand stofvegen, maar stofzuigen. En toen dacht ik, laat ik het nuttige met het aangename combineren. Dus op de zaterdagochtend doe ik de laatste tijd. Normaal gesproken doe ik er ongeveer 4 euro over om mijn huis van boven naar onder te poetsen. De grote dingen. En ik trek 's ochtends mijn sportkleren aan. En ik zorg ervoor dat ik de tijd minimaal met 2/3 verkort. En dat ik dus als een jekko door mijn huis heen ga. Dan heb ik dus eigenlijk 3 dingen in 1 gedaan. Dan heb ik mijn huis is schoon. En ik heb een goede workout gehad. Het zweet staat dan echt op mijn voorhoofd en ik race door mijn huis heen. En als derde, ik heb veel meer vrije tijd over om dus die leuke dingen te doen voor mezelf of met mijn zoontje. En ten vierde, eigenlijk doe je dan 4 dingen het goed. Je bespaart je ook nog eens geld voor een poets. Dus, mijn tip voor vandaag. Wil jij extra calorieën verbranden en wil jij aan je lijf werken? Ga dan gewoon lekker je huis poetsen en doe dat in een hoogste versnelling, zodat je een goede workout erbij hebt. Dit was mijn tip voor vandaag en ik wens jou een hele fijne dag. Tot de volgende keer!